60 keepers op een zondagochtend op Papendal. Lambert Jager uit Oosterhout loopt trots rond op de oudste keeperschool van Nederland. Ja, blijkt dat wij de eerste waren destijds. Dat was niet omdat ik dat nou per se de eerste wilde zijn, maar ik vond dan wel al toen al dat er behoefte was aan iets, ja. Ja, want wat was toen de situatie voor keepers? Ja, die was er niet. Je had geluk als je bij een grote club een keeperstrainer had die dan vaak de selectiekeepers wel wilde trainen. Maar wat is er nou zo leuk aan keepen? Dat je gewoon kan duiken en dat je eigenlijk de spits moeilijk kan maken om te scoren. Gewoon als je een mooie bal pakt, dat iedereen op je afkomt en blij is voor je. De familie Jager is nadrukkelijk aanwezig. Zoon Rob is naast zijn vader de drijvende kracht achter de keeperschool. Het zijn allemaal liefhebbers van het vak. En ze komen ook altijd met heel veel plezier naar ons toe. En in dat plezier proberen we ze allemaal naar een hoger niveau te tillen. En de 13-jarige kleinzoon Milan blijkt ook een talentvolle keeper. Hij is er iedere zondag bij. En zijn opa weet zelf ook niet van ophouden. Met de handschoenen aan zal ik wel het graf in gaan, maar wie weet. Voorlopig ga ik echt zeker door. Ja, ik geniet hier zo van. Dit geeft zoveel voldoening en het houdt je jong.